ik ben gestart met de rode stoel. Ja. Die heb ik al in het derde jaar een keer gemaakt. Ja, waarvan is die gemaakt? Die is van aluminium gemaakt. Ja. Zo. En, dat is toch wel een moeilijk materiaal, lijkt mij. Het is inderdaad een moeilijk materiaal. Ik moet zeggen dat ik die stoelen heb laten maken, maar alle andere stoelen heb ik dus zelf gemaakt. Ja. En ik heb zeg maar afgelopen jaar ook gestudeerd op comfort eigenlijk, maar dat is nooit goed gelukt. Dus had ik al in dit eindproject ook wel comfort echt als einddoel gesteld. Dus ik heb eigenlijk een stoel gemaakt. De volgende stap was meer een stoel voor een eetkamermodel. Ja. Daarna ook Dat is die holle, ja, zeg maar. Precies. En ook de kartonnen. Met de kartonnen, ja. En daarnaast heb ik 3 voor thuis heb ik ontworpen. Ja. En je kunt natuurlijk wel de hoeken veranderen, maar dat wil dan niet zeggen dat als je een hard materiaal hebt, dat het comfort ook echt comfort is. Ja. Dus ik heb ook bij deze stoel, zeg maar, de kussens zijn van polyeter. Dus dan maak je nog weer een volgende stap. Dus dat je ook echt het comfort maakt. Dus het is ook zacht. Een zacht materiaal. Ja. En wat ik bij deze stoel nog gedaan heb, is ook zeg maar de vorm, een functie gegeven. Dus ik krijg maar de inkepingen die in iedere stoel voorkomen. Ja. Functie, dus eigenlijk de afleidingen zijn los. Zo. En zeg maar ook een tafeltje wat hiernaast staat. Ja. Dat geeft ook als functie. Dus dat is de kant van de zo. En dan maak je het gebruik van de vorm. Dat is echt geweldig. En net zeg maar wat ik wilde vertellen over de kamerstoel. Ja. Is dat zeg maar, als je kiest voor een ander materiaal, in dit geval is karton, heeft het weer een ander materiaal, een andere benadering, zeg maar, hoe je het constructief maakt. Dus je moet ook echt kijken van welke vorm is het materiaal sterk. Ja. En dan gebruik ik zeg maar, ook de inkeping in het materiaal, gebruik ik ook echt om het materiaal in op te sluiten. Ja. Maar ik ben wel trouw gebleven gewoon aan de vorm en aan de beeldtaal. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En dit is dan meer het massaproduct. Ja. En die stoel is echt het ambachtelijke, echt het zwaar. Ja, ja. Alleen maar 5. Dat zijn de duurste. Dat is, ja, precies. Ja. Ja. En deze zijn 5. Maar die worden waarschijnlijk niet verkocht? Ja, wel. Ze zijn gewoon te kopen. Zijn ze te kopen? Ja. Mag ik zo'n prijs vragen van die... Ja, die is ongeveer 2.500-3.000 euro, denk ik. Ja. Als modus, je bent meteen eigenlijk al gelijk commercieel bezig. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel mijn volgende stap. En hoe lang ben je mee aan het studeren nu hiervoor? Hier is de avondopleiding is 5 jaar. Ja? Ik heb dan zeg maar een jaar langer over gedaan. 6 jaar. Je hebt echt een avondopleiding gedaan? Avondopleiding. En je hebt daarnaast gewoon een normale baan gehad? Ja, in 3 dagen werk ik dan ook nog naast. Zo. Ja. Goed hoor. En hoe heet je bedrijf? Gewoon mijn eigen naam, Paul van Zijk. Paul van Zijk? Ja. Met een lange ei? Lange ei, ja. Zet een ei. Ja. Ja. Mooi, en dat, hoort dat er ook bij, dat grote... Ja, ik heb ook nog een opdracht gedaan, eigenlijk in opdracht. Ja. Voor de Raad van State heb ik een spreekgestoelte ontworpen. En dus op zich heb ik dit natuurlijk helemaal voor mezelf gemaakt. Ja. Dus voor mezelf heb ik gewoon kijken wat is een mooie vorm. En dat verhaal is natuurlijk, je kijkt naar een ruimte en wat heeft die ruimte nodig. En andere mensen die betrokken zijn van, ja, maak eens wat voor een ander. En dus dat... Hier in Den Haag voor de balzaal en dit spreekgestoelte. Zo, en dat is ook aangenomen en verkocht? Dat gaat gebeuren. Ja, dat is daar geplaatst. En wat voor materiaal is dat? Dit is MDF, een model. Oh ja. Ik geef zeg maar aan dat het een bemonstering, zeg maar, dat we van teak gaan maken. Ja. Maar het wordt ook nog helemaal opnieuw ingericht door een architectenbureau, dus het moet allemaal in samenspraak. Ja, precies. Open, zeg maar, kort gesloten worden. Ja. Of het allemaal gaat. Nou, bedankt. Ja.